Het gemeentemuseum heeft weer een hele bijzondere tentoonstelling, een fototentoonstelling deze keer, van Werner Bischoff, The Compassionate Eye. En hoe kun je dat nou het beste omschrijven? Eigenlijk in de manier van Bischoff was betrokken en begaan met de mensen die hij fotografeerde. Een hele bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling van Bischoff gaat voornamelijk over mensen, maar in zijn beginperiode, Zürich 1916-1945, was hij eigenlijk kunstenaar, kunstfotograaf en dat is heel goed te zien in zijn werk. Bischoff was enorm betrokken bij zijn onderwerpen, trok zich het lot van mensen vreselijk aan. Voorbeeld daarvan is het naoorlogse Europa, 1945-1946. Hiernaast zie je zo'n foto van een kindje wat waarschijnlijk wees is geworden in de oorlog en door het Rode Kruis op transport wordt gezet naar Wenen. Weet niet waar ze naartoe gaat, wanhopige blikken in haar ogen. Ja. Andere foto die ik kan laten zien, de foto van een Nederlandse jongen. Ja. Dat is een close-up van een knul die zwaar gewond is in zijn gezicht. Eigenlijk zie je het niet zo heel goed. Die jongen is helaas 5 jaar later alsnog aan zijn verwondingen overleden. Wij hebben de familie van die jongen gevonden als zo. Museum. Wij waren zo benieuwd wie die knul nou was. Het was een knul uit Roermond. En dan bleek dat hij een tweelingbroer nog had in Limburg. Ja. En nog een aantal andere broers en zussen die allemaal nog in leven waren. Ja. Zijn inmiddels allemaal wezen kijken. Ja. Dat geeft het natuurlijk wel een heel plaatselijk tint op die manier. Hè? Een duidelijk gezicht. Het maakt het heel dichtbij. Ja. Het doet echt iets met je als je met zoiets bezig bent. Als je op zoek gaat naar waar komt zo'n jongen vandaan. Wat is er van hem terechtgekomen of niet terechtgekomen. Hoe is die familie daarmee omgegaan. Vervolgens de verhalen te horen van die familie. Die overigens enorme, geweldige medewerking hebben gegeven aan dit verhaal. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat is wat Bischoff bedoelde. Dat mensen die foto's zien en daar vervolgens naar gaan handelen. Hij wilde laten zien van, hé, wij hebben het hier allemaal zo goed. En er zijn een heleboel plekken waar het niet goed gaat en doe er wat mee. Hij liet zijn onderwerpen daardoor dus ook niet zo makkelijk los. Dit is zo'n onderwerp wat hij niet los kon laten. Als mens, als fotograaf niet. Hij wilde eigenlijk daar blijven om te blijven berichten uit die noodsituaties. Zodat de wereld wist wat er aan de hand was in die landen. En daar had hij nogal eens een keertje problemen mee met zijn opdrachtgevers. Die hem natuurlijk op allerlei andere opdrachten wilden zetten. Ja. Dus en wie waren die opdrachtgevers dan? Nou, dat waren toch wel redelijk belangrijke bladen zoals Life, Paris Match. En in het naoorlogse was dat Doel Magazine. Werner Bischoff is ook niet oud geworden, maar 38 jaar. Want tijdens een reis door Peru in 1954 rijdt hij in een ravijn. Toeval? In de tijd van Bischoff was het bijzonder dat je zulke reizen maakte en dan inderdaad ook nog fotografeerde. Tegenwoordig is het iets makkelijker geworden. Doen jullie iets daarmee? Ja, iedereen reist tegenwoordig de hele wereld over naar allerlei uithoeken. Wij kunnen ons voorstellen dat mensen ook allerlei indrukwekkende momenten hebben ervaren en die misschien wel met ons willen delen.
En dat kan vanuit Nederland zijn, van deze stad, maar dat kan van allerlei landen over de hele wereld zijn, als het maar te maken heeft met mensen. Als mensen dat willen delen met ons, dan kunnen ze de foto mailen naar het gemeentemuseum. Wij zetten hem op internet. Allemaal? Allemaal. En de drie beste inzendingen, die winnen het fotoboek van Werner Bischoff. Nou, dat is dus hartstikke mooi. Ga dus uw zolder op of blader in uw fotoboek van alle vakantiereizen en dergelijke. Zoek een mooie foto uit waar het menselijke thema diep in spreekt en stuur hem in.